Er is een tekort aan bedden in de ziekenhuizen. Directeur Rakesh Gajadhar Sukul van het ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat dit het gevolg is van het toenemend aantal COVID-19 besmettingen. Er is op verschillende momenten gewaarschuwd voor een uitbraak van een derde COVID-19 golf in Suriname en dat de zorgsector niet berekend is hierop. Suriname is niet gespaard gebleven van een derde golf. Het aantal doden is intussen gestegen naar 191. Door het tekort aan ziekenhuisbedden voor personen die ernstige symptomen hebben, wordt voor het ergste gevreesd. De zorgverleners kunnen de druk ook niet aan. We hebben eigenlijk sinds het begin gezegd, we hebben krappe capaciteit om in ons zorgsysteem. Eén, vanwege het feit dat we twee golven al achter de rug hebben. We hebben heel veel middelen, reservemiddelen van de ziekenhuizen, extra middelen moeten gebruiken tijdens deze golven. En ook ons personeel is verschrikkelijk overwerkt. En de reguliere zorg, die moet uitgesteld worden. En je moet begrijpen, bepaalde zaken kan je moeilijk uitstellen. Anders komen mensen ook in levensgevaar door de kwal zelf. Wereldwijd is de situatie niet anders. Het aantal besmettingen en doden blijft stijgen in verschillende landen. Suriname is al enkele maanden geleden gestart met het vaccineren tegen COVID-19. Er zijn tot zover 35.777 personen ingeënt. Directeur Jason van Genderen van het regionaal ziekenhuis Wanica drukt de samenleving op het hart om zich te houden aan de Mohana-regels. Mondkap op, handen regelmatig wassen en fysieke afstand houden. Het Wanica ziekenhuis is ondertussen weer vol geraakt met COVID-19 patiënten. En over het algemeen zijn de lange werktijden ook niet bevorderlijk voor het verplegend personeel. De situatie is zorgwekkend. Je ziet het zelf aan de cijfers. En in het regionaal ziekenhuis Wanica heb ik dus eigenlijk de maximale capaciteit al bereikt wat betreft zorgpatiënten en isolatiepatiënten. Technisch kan ik nog bedden vrij krijgen, maar ik kan dus geen invulling geven aan deze bedden omdat ik de human resource daarvoor niet in huis heb. Je zult ook gezien hebben dat wij sollicitatieoproepen hebben geplaatst in de verschillende media voor verpleegkundigen en vrijwilligers die dus willen helpen bij de COVID-zorg. De situatie is echt zorgwekkend. Wat betreft, kijk, er zijn twee type isolatiepatiënten in het twee type COVID-patiënten in het ziekenhuis. Dat zijn één de isolatiepatiënten, de patiënten met milde klachten die minder zorg nodig hebben, en twee de zorgpatiënten die eventueel constant gemonitord moeten worden en of aan de zuurstof zitten. Wat betreft de tweede type, dat de zorgpatiënten, zitten we al op onze maximale capaciteit van 54 patiënten. Dus we kunnen eventueel nog uitbreiden, maar daarvoor hebben we dus meer verpleegkundigen nodig. En wat isolatiepatiënten betreft zitten wij vandaag op 127. We kunnen wel meer isolatiepatiënten. Technisch zijn we ook al vol. Maar dat isolatiepatiënten moeten zich nog aanmelden, toch? De aanmelding geschiet dus via BOG. Dus de isolatietenten zijn in feite ook al vol.